leerzaam bekijken. Wat er vandaag hier gebeurt is echt heel bijzonder. Wij hebben drie verschillende partijen. Kunstenaars van Abrona, Reinaarden en Atelier Totem. En zij gaan vandaag een rondleiding krijgen, inspiratie opdoen om een expositie te schilderen. En overal zijn dus projecten met water. Heel goed gespannen. En ze doen water bij de wijn. Deze kamer inspireert mij gewoon. Ik hou van roze, ik hou van bloemen, ik hou van goud. Dit plafond is van de keer weg geweest. Van Zeist wordt geëxporteerd door twee Zeister bedrijven, Fichy en Oud-Londen. En wij vinden het gewoon leuk in Zeist, met Zeister instellingen en organisaties, dingen te organiseren in het typisch Zeister gebouw Zot Zeist. Wij brengen als het ware twee werelden bij elkaar. Het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. En het zijn hele bijzondere ontmoetingen, omdat ja, die werelden elkaar heel vaak niet kennen. Mooi. Ik vind het wel mooi. Nou, omdat het oud is. En oud is best wel mooi. Zelfs voor de kunstenaars is het leuk. Als voor ons als Zeist is het leuk. Daardoor wordt zo'n Zeist weer op een eigen manier in beeld gebracht. En het is ook leuk voor degenen die komen kijken. Want dan zien ze gewoon dat kunstenaars uit verschillende hoek erg mooie dingen kunnen maken. Ik ben meteen gevallen voor dat beeld in het spiegelwerk. Ik dacht, dat wil ik maken. Ik heb Daphne gemaakt. Laat ik zo zeggen, de vriendinnetje van Apollo. Hij is heel mooi geworden. Ik vond de schilderij heel mooi. En het meisje heel mooi. En ik dacht, die wil ik wel tekenen. Een schaal en dit vorm is van het plafond, zeg maar. De vormen van het plafond, daar zit dit allemaal eigenlijk allemaal in. Ik heb Slot Zeist zelf gemaakt, omdat ik die mooi vond om te maken. Met potlood eerst en toen met pen. En daarna heb ik het met verschillende kleuren ingekleurd. Naar mijn idee is het resultaat wel goed gelukt. Ik vond Slot Zeist een hele... Ja, hoe zullen we het zeggen dat Slot Zeist eigenlijk heel, heel deftig was? Dat was heel inspirerend voor mij. Thank you.